Mijn naam is Niels van Dorsen. Ik ben directeur-eigenaar van United Driveline Systems uit Wijchen. We hebben heel veel systemen onderzocht. We zijn bij AVOS uitgekomen omdat die heel veel onderdelen die wij zochten gecombineerd hebben in één systeem, zonder dat daar heel veel extra's aan toegevoegd hoeven te worden. De dagelijkse werkroutine is nu nog niet zo veranderd. We zijn het nog aan het implementeren. Dan moet ik zeggen dat de begeleiding die wij krijgen uit AVAS in dat hele traject, die is erg goed. Dus wij zijn daar best wel tevreden over. Een van de dingen die beter zal gaan, is dat we bijvoorbeeld straks labels kunnen gaan printen, artikellabels, voor zowel in het magazijn als op de artikelen, wat we voorheen in een apart systeem moesten doen. Bij AVAS zit dat in hetzelfde systeem. Ook de koppeling die we kunnen gaan maken straks met onze webshop, die nu nog een compleet apart systeem gebruikt. Dat kunnen we straks ook gaan integreren, waardoor we eigenlijk een real-life verbinding hebben met onze webshop. Kijk goed wat je nodig hebt en kun je dat binnen hetzelfde systeem vinden of moet je allerlei extra programma's daarvoor gaan aanschaffen die dan eventueel wel gekoppeld kunnen worden. Maar alles wat je daar extra opzet, zeg maar, van externe partijen, dat zorgt eventueel voor storingen. Ja, dus kijk goed rond en ik denk dat AVAS een hele goede combinatie maakt tussen prijs en kwaliteit. Nou, toekomstplannen, we willen als bedrijf groeien. Wij denken dat AVAS heel goed kan bijdragen omdat we ook het hele inkooptraject beter in de hand hebben. De sturing van de inkoop vanuit AVAS, die is beter dan wat we tot nu toe hadden. En ik denk dat wij daardoor heel veel ook geld kunnen gaan besparen met ons voorraadbestand. Op betere momenten bestellen, bestellingen combineren, bestelvoorstellen. Dat is best wel uitgebreid. En ook daar, als het niet uitgebreid genoeg zou zijn voor ons in de toekomst, kunnen we vrij makkelijk met andere partijen die heel hecht met AVAS samenwerken, uitbreidingen opkrijgen.